Eenheid en saamhorigheid moeten versterkt worden met de viering van het Holifeest in Suriname. Dat zegt president Chandrika Prasad Santokhi vandaag in zijn videoboodschap. Hoewel het feest is geworteld in de Hindoe-traditie, is de viering niet meer weg te denken in Suriname. Eenheid is dan ook een van de belangrijkste thema's van het festival. De moraal achter het verhaal is dat het goede altijd wint van het kwade. Holi is een vreugdevolle tijd waarin mensen samenkomen om hun verschillen te vergeten, grieven uit het verleden te vergeven en de vreugde van het leven te vieren. Mogen dit unieke kleurenfestival dan ook een vreugdevolle uitdrukking zijn van de geest van het bestaan van de verschillende sociale en culturele systemen in onze samenleving. Mogen het de broederlijke banden, eenheid en saamhorigheid tussen onze burgers versterken. Santokhi geeft aan dat Suriname een multi-etnische en multiculturele samenleving is. De verschillende groepen moeten elkaars cultuur, religie en afkomst respecteren. Respect en tolerantie naar elkaar is van eminent belang. Het Holi Festival symboliseert de levendige kleuren van onze diverse multiculturele samenleving. Maar het symboliseert ook de geest van tolerantie en harmonie die de essentie van onze cultuur en beschaving weergeeft. En dat alles vieren we gezamenlijk door gekleurde poeder in de lucht te gooien of strooien. Landgenoten, als vader des vaderlands roep ik de samenleving op om alle verschillen die er mogen bestaan tussen individuen en groepen achterwege te laten, vooral in deze tijd waar ik een sterke mate van polarisatie zie in ons land. Het baart bij mij ernstige zorgen. De president zegt dat het Holifeest mensen samenbrengt en dat we als land moeten werken aan natieversterking. Het staatshoofd erkent dat Suriname in moeilijke tijden zit, maar vraagt de totale gemeenschap om geduld te betrachten met de regering.